de manier waarop media tegenwoordig met dingen omgaan, met dat soort sensatie en wat je zegt, mensen waren een beetje klaar op dat punt. Ja. Maar heeft het een bepaald beeld misschien van hem geschetst die niet helemaal klopt? Nou ja, wij vinden wel ook een eenzijdig beeld. Kijk, je kunt zeggen wat je wil, maar hij heeft wel 7 keer de Tour de France gewonnen, want dan nooit iemand voor hem gepresteerd had. En dan zeggen mensen, ja maar met doop. Nou, je wint echt de Tour de France niet met doop. Dat is gewoon, hij functioneerde in een wereld waarin dat eigenlijk op dat moment de norm was. Ja, zeker. Ja, want nou, ik heb dat stukje ook even opgeschreven. Wie niet meedoet, luidt het credo is kansloos. En dat gaat dan over doping, denk ik. Mm-hmm. Dat was toen zo. Ja. Mm-hmm. Je kon niet bij de top 10 van de Tour de France en misschien wel niet bij de top 20 komen. Mm. Als je niet in dat spel meeging. En dat kun je moreel verwerpelijk vinden. Ja. Maar het was wel de situatie. Er zijn vast jongens geweest die hebben gezegd, ja, wij willen hier niet in mee. En daar heb je dus ook nooit meer wat van gehoord. Nee, die hielden ook hun mond dicht. Dat is ook wel grappig. Ja, ja. En maar wat hij eraan toegevoegd heeft in Armstrong, is dat hij een team om zich heen bouwde. Wat alleen trainde, samen trainde voor de Tour de France. De etappes verkende. En dus ook gewoon, er was maar één doel en dat was die Tour. Ja. En dat zie je nu, heeft Sky dat een beetje, die hebben ook zo'n superteam gebouwd. Maar daar is hij wel vooruitstrevend geweest. En ook zijn, zeg maar, zijn gedrevenheid, zoals hij fietste. Zo heeft hij ook die ziekte weer, toen hij ziek werd, bestreden. Hij is nogal heftig in hoe hij dingen aanpakt. Ja, ja. En dat, een ongelofelijke zegendrang. Gewoon geen genoegen nemen met verlies. Nee. Dat als iets duivels zien, verliezen. Mm-hmm. En dat maakte hem ook geweldig goed. Weet je. Hij had natuurlijk de beste spullen, de beste doktoren, hij had die Ferrari in Italië. Maar hij was ook degene die het hardste trainde. Ja. En die het meest nadacht over wat voor ploeg moet ik meenemen naar de Tour de France. Mm-hmm. In alles, weet je, in alles streven naar een optimum. Ja. En dat is wat hem onderscheidde en wat hem op een gegeven moment ook echt onoverwinnelijk maakte. Ja, iets wat mij, en ik als leek dan kijk, zijn belang als zeg maar boegbeeld voor de wielersport. En ondanks de val die hij dan heeft meegemaakt. Maar hij was wel degene die ook voor het massapubliek, iedereen wist wie Lance Armstrong was. Ja. Dus zijn bijdrage aan de sport in het zeker. Kunnen jullie dat objectief daarnaar kijken? Of ja, is het zeg maar een beetje. Daarom is hij natuurlijk ook wel een tijd min of meer in bescherming genomen. Omdat de wielersport zag dat van wij treden uit ons natuurlijke milieu in Europa. En deze man. Greg LeMond had het daarvoor ook wel een beetje gedaan, maar met name Armstrong, die stond opeens voor op de Times, die stond voor op Sports Illustrated. Ja. Die opende de Amerikaanse markt. Hmm. Die bracht nieuwe sponsors in, die bracht nieuw geld binnen in die sport. Ja, dat was natuurlijk een geschenk uit de hemel voor het wielrennen. Zo'n aansprekende, dat was hij natuurlijk heel lang. Op een gegeven moment begonnen mensen zelfs te zeggen van deze gast gaat nog wel een keer president van Amerika worden. Okay. Ja. Zo'n persoonlijkheid. Ja, ja, ja. Ja, dus met dit verhaal een beetje in het achterhoofd. Wat, nou, je hebt allemaal een boek, die gaan ook live spelen. Mm-hmm. Wat hoop je dat mensen opsteken of meenemen van dit album en dit verhaal? Nou, dat hebben we wel gemerkt. Hè? We hebben 4 voorstellingen gespeeld in Rotterdam in de week dat we ook het allemaal hebben opgenomen. En dan merk je toch dat mensen, daar zit een verhaal achter. En dat wordt verteld door Erik Kortom. Die leidt de liedjes in en die vertelt het verhaal van Lance Armstrong. En die vraagt op een gegeven moment ook aan het publiek. Je kunt wel heel moralistisch zijn. Je kunt wel heel goed zeggen, dit is een slecht mens. Maar kijk eens even naar jezelf. Wat zou jij doen in deze omstandigheden? Dus wees een beetje voorzichtig met je al te snelle, al te harde oordeel. En dat is ook wel wat in het... Wat zowel in de liedjes zitten. We praten niks goed, hè? Nee. Maar het is ook niet zo dat we hem helemaal tot op de grond afbranden. Omdat het, ja, nou ja, wat ik al eerder zei, het had ook te maken met de omstandigheden van die tijd. En, en ik zou zelf, goed ken ik mezelf ook wel, precies hetzelfde gedaan hebben. Hij kwam op een gegeven moment terug naar zijn periode dat hij kanker had, daarvan genezen was, kwam terug in het peloton, zag dat de Italianen hem aan alle kanten voorbij reden. Ja, ja. En die jongens wisten natuurlijk wat er gebeurde, die wisten wat er aan de hand was. En toen stond hij voor de keuze, doorgaan of stoppen. Als ik doorga, moet ik mee. Nou ja, ik vind dat bijna een menselijke keuze.
als steile Calvinistische moralist kun je dat inderdaad zeggen, ja, toch slecht. Iedereen moest die keuze maken. Ja, want de mensen die keuze niet hebben gemaakt, renners, die zeiden, die hebben nooit meer gehoord. Ja. En dan blijkt nog dat Armstrong echt wel echt top of the bill was, wat daar toen rond. In een dopingvrije wereld had hij ook 7 keer toe gewonnen. Ja. Ik ben wel van overtuigd. Ja. Hebben jullie geprobeerd met hem in contact te komen? Ja, proberen we nog steeds. Ja, okay. Deze week nog geprobeerd. Okay. Ja. Een van de mannen van de Bike Riders die ook dit mee samen maken zijn Dirk-Jan Roeleven, die is bij South by Southwest en daar zit dus een koffietent heeft Armstrong en een wielerzaak in Austin en daar is Dirk-Jan langs gegaan. De koffiezaak heet Juan Pelota en daar is hij naartoe gegaan en heeft hij gezegd de koffer van het boek laten zien en song laten horen en ja, hij is aan het lobbyen dus en daar is hij goed in, dus wie weet. Ja, ja, kijk, we zouden natuurlijk wel leuk vinden als hij gewoon op 15 of 16 april aan de bar zitten, want we hebben een bar op het toneel. Van daaruit is de hele voorstelling opgebouwd. Okay. Dat daar gewoon iemand met de rug naar de zaal zit die je niet ziet. Dat je niet ziet wie die is en dat die aan het eind van de voorstelling zich omdraait. En ja, dat er dan natuurlijk een golf van verbijstering door de zaal gaat. Nee, we willen dat heel graag. Hij heeft een wekelijkse podcast heeft hij in Austin en daar interviewt hij mensen. Ja. Mm-hmm. Via die weg hebben we het geprobeerd. En nu hopelijk via zijn café in Austin. Maar je weet dus ook niet wat management van hem of wat dan ook, wat hun reactie is? Of wat je nee, we hebben nog geen reactie gehad. Okay. Nee. Maakt het uit? Nou, het maakt op zich niet zoveel uit. Maar het zou natuurlijk wel leuk zijn als Lance zijn eigen liedjes gaat draaien in zijn podcast. Ja, daar, zeker. Dan wil ik als laatste nog heel even op de muziek, en want het zijn niet alleen jullie twee die het hebben gedaan. Dus ja. Er staan allemaal mensen op de plaat. En werd er bijvoorbeeld, als er een nummer werd geschreven, was er dan al iemand in je hoofd van oké, ik wil dat diegene hem gaat zingen of deze neem ik voor mijn rekening? En ja, Willem is echt een muzikale directeur, dus die heeft dat een beetje bekeken. Ja, we hebben gekeken zo van, dus bijvoorbeeld een duet tussen Johan Brenil en Armstrong. En dat is Frank Lammers en Rick de Leeuw. Hmm. Dat past ook. Ja, wel over nagedacht natuurlijk. En zo werkt het altijd met een album. Heb je een paar songs zijn er verdeeld, in ieder geval over de zangers. En dan denk je, dan moeten we daar nog zo'n song hebben. Of er mag een klein tikje humor in nog. En er moest een vrouw bij natuurlijk. En een vrouw. En dat is heel goed gelukt natuurlijk met de geweldige Lea Kliphuis. Mm. En die ook van fietsen houdt. Dus ook een racefietser. Dat is wel echt een criterium op. Van, er gaat niet iedereen mag meezingen. En Motoman, dat is zo'n Johnny Cash-achtige met Frank Lammers. Dat was echt een liedje van Frank Lammers geschreven eigenlijk. Dus dat was vrij snel duidelijk, hè? Ja, dat valt wel op zijn plek. En dat zijn ook de mensen die eigenlijk de vorige Sint-Willibrord hebben gewerkt. Dus we kennen die mensen wel. Dat is en hoe ze zingen en hoe ze zich uiten. Want ook de liedjes die Guus Meeuwis zingt. Ja. Nee, dat is wel toevallig, denk ik. Net de eerste song en de afsluiter. Mm-hmm. Dat is dan uiteindelijk op die plaats gevallen, maar het zijn wel twee liedjes die passen helemaal als een oude jas. Ja. 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 En dat had denk ik ook, je hebt niet heel lang geleden Groots met Zachte G geloof ik ook gedaan. Ja, het is voor. Dus is dat waar die samenwerking is ontstaan? Of ken ik werk al heel lang met Guus samen, al 10 jaar schrijven we samen liedjes en doen we dingen samen. En Guus houdt heel veel van de wielersport. Ik ben een aantal keer met hem naar de Ronde van Vlaanderen geweest. Mm. En dan gingen we daar aan het parcours staan. En inmiddels is zijn zoon een nieuweling, een coureur. Dus het is, dat wielrennen zit er goed in bij hem. Dus in die zin ook weer een liefhebber van de sport. Ja, ik heb nog één ding voordat ik het vergeet. Want ik wil even noemen, jullie doen dit niet voor jullie zelf. Jullie doen dit zoals je zelf ook aangaf voor een goed doel. Was dit belangrijk om ook daar aandacht aan te besteden? Nou, de vorige keer was het voor Artsen zonder Grenzen. Hmm. En de organisatie die dat voor Artsen zonder Grenzen organiseerde, de Tour for Life en de, hoe heet die andere ook weer? In ieder geval de organisatie die daarachter zat, was nu Tour for Life is nu voor de Daniel den Hoed. Emolife, ja. Dus de Daniel Hoed die is nu de stichting die het kankeronderzoek financiert. En het kwam er wel weer mooi uit. We hebben opgenomen in Rotterdam, waar zij zitten. Wij in Walhalla op Katendrecht.
En toevallig was de Daniel Hoed Kliniek was de, tijdens de toerstel van 2010, waar Armstrong dus terugkwam voor de tweede keer. Is hij daar ook geweest? Okay. Dus Armstrong kent de Daniel den Hoed Kliniek. En ja, ik bedoel, dat hele verhaal over kanker, dat hangt hem natuurlijk ook. Dat is een van die dingen waarvan je kunt zeggen, oké, mag wel een klojo zijn, maar hij heeft wel een half miljard inmiddels. Hè, 500 miljoen dollar gegenereerd met die stichting van hem, Livestrong. Livestrong. Dat kun je toch niet zomaar onder het tapijt schoffelen? Nee, dat is die leugen, die heeft wel wat opgebracht in een zekere zin. Ja. Nou, zo zie je hoe goed en kwaad, hoe ingewikkeld dat nee, is. Nee, precies. Dus het is lang niet zo zwart-wit als wij of de media soms graag willen zien. Ja. En dan de allerlaatste, volgens mij sluit het boek af, of in ieder geval ergens op het eind. Het kan bijna niet anders, of er komt een volume 3, deel 3. Is daar al over nagedacht? Nee, of is dat veel te vroeg? Gehad nog. Ik denk dat we zelf een comeback moeten doen. Nee, daar hebben we nog niet over nagedacht. Dat was ook bij die vorige keer niet dat we onmiddellijk dachten van, we gaan weer eens wat doen. Dat kwam pas een aantal jaren later. Gewoon te jeuk en te kriebelen weer. Het zijn allemaal mensen die hebben het heel erg druk met hun eigen dingen. Dus het moet ook maar net allemaal kunnen qua tijd. Mm-hmm. En je moet bovendien, kijk, de eerste keer hadden we geld gekregen van de Nederlandse wielerploegen. Want je hebt een beginkapitaal nodig om voor het... Ja, die cd kost geld, weet je. De meeste mensen doen het voor niks, maar je hebt wel muzikanten nodig die voor een minimaal bedrag overigens daar gewoon een week van hun agenda voor leeg schuiven. Dus, en dit keer begonnen we met een crowdfundingsactie. Je wist natuurlijk niet van tevoren of dat zou lukken. Mm-hmm. Maar goed, er waren gelukkig talloze mensen die het ook wel een goed idee vonden en die daar gewoon aan bijgedragen hebben. Zodat dat in elk geval kon doorgaan. Mm-hmm. Dus nog geen plannen, maar er gaat nog wel een vervolg komen. Ja, het is die nu kans al. Kans is wel groot natuurlijk. Ja, het is nu al zo leuk weer. Hè. Dus die week in Rotterdam was weer. Nee, het is een feest, man. En die twee voorstellingen in de verkaderfabriek in Den Bosch op 15 en 16 april, die zijn inmiddels al bijna uitverkocht. Mm. Ja, dat wordt natuurlijk ook een geweldig weekend. Het weekend van de Amstel Gold Race ook nog, dus het komt allemaal heel mooi uit. En het weekend van Pasen. Rise and Fall, als je het nou over Rise and Fall hebt, dan was dat er eentje. Dat vind ik een heel passend einde. Heel erg bedankt voor jullie tijd. Alsjeblieft. Graag gedaan. Dankjewel. Ja, dat is leuk.